Ja, dat is een mooi boek en dan komen we op een ontzettend dankbaar moment, moet ik zeggen. En waarom zeg ik dankbaar moment? Dat heeft te maken met het feit dat wij binnen VWS onze agenda opnieuw aan het vormen zijn. En dat heeft ook te maken met het gegeven dat we volgend jaar voor een immense opdracht staan. Namelijk gewoon 20% bezien in hoeverre kostenreducties kunnen plaatsvinden. Voor mij is daar echt een belangrijk aanknopingspunt. Als we dat gaan doen, dan heb ik het liefst op een zodanige manier dat het de patiënt ten goede komt. En dat het langs wegen van doelmatigheid gerealiseerd wordt. En ik niet per se moet gaan budgetteren, ziekenhuizen moet gaan korten of huisartsen. En dan wel de patiënt moet gaan raken in termen van pakketversmallingen of eigen risico. En in die zin is datgene wat hier gepresenteerd wordt, namelijk wat ik ook in uw woorden zo even beluisterde. Less is soms gewoon more, minder is soms beter. En dat betekent ook minder kosten, is denk ik een hele goede leidraad. Ja, überhaupt denk ik dat we veel meer over ik noemde zo even dat mijn zorgnet en Parkinson, die netwerken tussen de eerste en tweede lijn met een specialist en vervolgens in de eerste lijn, dat zijn met fysiotherapeuten, dat zijn met huisartsen, daar verbindingen mee maken, zodat de patiënt ook ja, in die volledige cyclus, zal ik maar zeggen, met alle overdrachtsmomenten die er zijn, dat daar minder fouten en meer samenhang in de zorg komt, is denk ik van groot belang. Belangrijker dan hele grote instituten. En dat is wel de toekomst, naar mijn stellige overtuiging. En we hebben het georganiseerd in termen van eerste en tweede lijn, doorverwijzing. Dat is allemaal nog vanuit dat idee, je gaat naar het ziekenhuis voor een eenmalige behandeling, knap binnen een paar weken op en daarna kan je weer aan de slag. Maar zo werkt het zeker met de huidige ziektepatronen niet meer. Met chronisch zieken en mensen die vaak op langdurige zorg aangewezen zijn. En dus heb je netwerkzorg nodig. En daarom geloof ik ook eerlijk gezegd niet in die hele grote conglomeraten. Volgens mij gaat het totaal al. De organisatie van de zorg zal de komende 30 jaar stevig veranderen. Over dit soort voorbeelden. Als ik nu naar de politieke discussie kijk en naar hoe ambtelijk ook gekeken wordt naar de zorg en naar bezuiniging en dergelijke. Het is, om maar een beeld te geven, het is voor een ambtenaar ontzettend makkelijk eigenlijk om te zeggen van, weet je, het eigen risico is €165. Met één pennenstreek maken we er 250 van, €100 verschil. En het CPB rekent even door dat daar een x 100 miljoen mee gemoeid is. Dat is niet alleen eenvoudig, het is voor het CPB ook uit te rekenen. Dit soort initiatieven, waar gedragseffecten mee gemoeid zijn, wat opschaling vergt en dergelijke, die zijn veel minder makkelijk door te rekenen. Alleen het risico wat je in de politiek telkens loopt, is omdat je op vrij korte termijn over dit soort zaken moet beslissen, deze punten die uiteindelijk veel meer opleveren, op termijn hè, in feite naar de achtergrond verdwijnen terwijl je die makkelijke punten oppakt en die even in de Kamer neerlegt, verdedigt en zegt van ik heb mijn taakstelling gehaald. Dus die omslag vergt weer bij ons een cultuuromslag. Alleen de keerzijde is weer dat ik wel moet bewijzen dat het ook echt werkt. Nogmaals, in Nederland kunnen wij dit soort slagen echt nog wel gebruiken. En daarvoor zijn dit soort voorbeelden denk ik van groot belang. Ook voor, nogmaals, ik herhaal mezelf, maar ik onderstreep het tot nog maar, voor zo'n 20% operatie waar we voor staan. Want waarom zouden we het via budgetteren gaan realiseren als het via zorginhoudelijke verbeteringen kan? En dat is een geweldige opgave waar we voor staan. Wij vanuit de overheid, maar de voorbeelden die u van onderop aandraagt, die zijn beeldend en tegelijkertijd overtuigend. Dus laten we die route maar kiezen. Veel dank voor het boek en voor het feit dat u daaraan hebt willen bijdragen. En reken op één punt. Dit gaan we meenemen in onze eigen agenda's en die zal ook bij de werkgroepen van de heer Maarten Kamps, die op dit moment voor de zorg een en ander voorbereidt, zal het zeker in de brievenbus gaan belanden. Dus dank u wel.